horen dat ze bij Ajax nog een spits zoeken. Ja, ik ben voor dit seizoen ben ik in ieder geval niet beschikbaar. Ja. Vorig seizoen ook al Twente. Praat je veel met de club? Nee, ik praat niet. Ik spreek niet vaak mensen bij de club. Nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Dat ze aan het einde van het jaar zeggen van hey, zoek maar weer een andere club? Of? Aan het einde van het seizoen heb je inderdaad een gesprek en dan ga je kijken wat het beste is. En ja, Ajax vond dat ik nog een jaar verhuurd moest worden. Is er dan tussendoor eigenlijk amper evaluatie tussen jullie en tussen jou en de club? Ik hoorde je vraag niet. Is er tussendoor dan geen evaluatie tussen jou en de club? Ja, ik weet niet hoe het dit jaar gaat, maar vorig jaar heb ik maar een half seizoen bij Twente gespeeld. Dus had ik inderdaad halverwege geen evaluatie. Vind je het gek? Ik kan me voorstellen namelijk, de reden dat ik het vraag, kan me voorstellen dat jij op een gegeven moment denkt, ja, ik wil ook wel weten waar ik aan toe ben. Ben ik nu een Ajaxiet of niet? Maar ik vind het niet gek, maar af en toe zou wat meer contact zou wel wat fijner voor mij zijn. En als dit jaar weer zo doorgaat en je eindigt met Sparta, wie weet op een mooie plek, heb je dan zoiets van nou toch weer voor die kans voor Ajax volgend seizoen of misschien tijd om eens verder te kijken? Ja, als Ajax mij wil, dan wil ik dat zeker.